Trouwens, even tussendoor. Wij zagen gisteravond was het volgens mij Kees Jansma doorlopen bij jou. Wat was er aan de hand, Helen? Ja, Kees die heeft twee zoon, of die heeft eigenlijk meerdere kinderen, maar twee zonen van 16 jaar. En die projecteert zichzelf, van hoe hij was, op die leeftijd projecteert hij op zichzelf. En die zonen die waren mee, dus die kan hij dus echt niet alleen laten. Want die denken, ja, die kan ik niet 5 minuten los laten lopen, want dan is het meteen gedaan. Dus hij dacht, ik ga meteen pleiten. Het is meteen gedaan, wat gaat doen die dan? Want ik probeer me iets bij voor te stellen. Nou, je weet toch hoe Kees is? Dan hebben ze verkering, wou je zeggen. Nou, bijvoorbeeld. Nou ja, suggereer je dat ze dit zo... Ja, maar ik denk ook dat het een beetje komt... Wij hebben natuurlijk morgen heel groot nieuws over Kees. Oh ja. Dat weet alleen Johan en ik weet het ook. En Mark Rutte weet het ook, hè? En Mark Rutte, ja. Maar daar blijft het dan ook bij. En ik denk dat hij bang was dat ik daarover zou beginnen. Dus hij peerde meteen maar. Oké. Okay, nee, maar dat wordt morgen wel heel sensationeel, hoor. Ik denk dat Nederland op zijn kop staat. Ja, jij weet het al, hè? Net als Mark Rutte. Jij weet het toch? Ja, ja, maar het is ook echt staatsgeheim, hè? Het wordt in de staatskrant bekendgemaakt morgen. Kees wilde nog wel even je uitleggen, toch, begreep ik, zo net, voor de camera, of niet? Wat wilde je uitleggen? Nou, hij legde het nog even uit, begrijp ik. Ik zag je staan en denk, wegwezen. Ja, dat snap ik. God, ja, nee, daar staat die Hendricks. Ze zal toch niet live zijn? Ja, een vrij lullige verklaring. Ik was met mijn zoons en die scheurde de meute in die links achter je stond. En dan word ik altijd ongerust. Dat hebben oudere vaders. Ja. Ik denk, waar zijn ze? Waar gaan ze heen? Pas op, kijk uit. Ze zijn toch al 16? Ja, maar... Als ze net zo zijn zoals jij? Nou, ja. Toen ik 16 was, was ik ontzettend rustig, hoor. Ja. Daarna ben ik ook, ja, nee, heel rustig. Nee, nee, maar ik wist ook helemaal niet dat je live was en zo. Dus ik... Dus mijn diepe, welgemeende excuses. Ja, ik dacht, hij is een beetje boos om me. Hij denkt dat hij al moeilijke vragen gaat krijgen. Nee, maar die stel je nooit. Nee, die stel je nee. Hij is al heel dreef, Kees, altijd, hè? Ja. Doet als Kees ontspannen is, is hij een ontzettend leuke man. Ja, absoluut. Wel een goed shot dit, trouwens. Hij kijkt alsof hij... nou, wat zou Kees worden, Jan, denk jij? Ik weet niet. Ik ben al verwonderd dat Johan... Dat hij het niet doorslaat. Dat hij niet zegt. Nee, dat hij niks maar zegt. Het is, dit is zo'n ernstige zaak, Jan. Hier kun je niet voorbarig over zijn. Is het landsbelang? Nee, dat is echt maar landsbelang. De RIVD, de AIVD. Iedereen weet dat hij het morgen bekend gaat maken. Dus er kan zomaar morgen zeg maar, op pleinen... Ja, en hoe smelt hij? Ik wil het dan wel zeggen. Wat dan? Kees is afgestudeerd als gynaecoloog. Dat was hij al lang, hoor. Ja. Zo, mis niks van de Oranjezomer. Ga naar veronicainsite.nl.